namelijk alleen in Boskoop maar de uitvliegraten gevonden van de vochtsoort. En die uitvliegraten, dat is een boom van die aardse. En die kwamen dus vanuit China. Want je hebt momenteel ook wel, als je bijvoorbeeld houten kratten hebt of wat dan ook, dan kan ook de bocht worden. Want ze beginnen nu al aardig goed te worden. Zijn die bladeren er dan nog niet af, dan knippen ze toch die takken al weg. Ze leggen ze in een zeer verwarmde kas en binnen een dag of 5-6 valt dan toch automatisch het blad eraf. Hier zie je dus een potkoek kweken zoals ze doen, alles staat hier in pot. Dat is echt een skimmia kweker. Je ziet ze daar allemaal die mooie kleine trosjes in bloei staan. Er staan er duizenden. En u ziet dus, dat is dus zoals wij dat noemen, een pot kweken. Een potcultuur. Staat allemaal boven de grond. Hier hebben we dus een volle grond kweken zoals we het noemen. En dat is een van de alleroudste van Boskoop. Dat is de firma Felix en Dijkhuis. En deze kweker mag ze koninklijk noemen. Waarom? Hij heeft ooit eens een paar bomen aan het koninklijk huis geleverd. En toen kreeg hij het predicaat, hij was koninklijk goedgekeurd. En ook deze man heeft er geen last van als zijn broer vol ligt. Houdt uw handen wel in de boot. Want we hebben niet zo'n beste schipper. Ik zal je vertellen. Ik durf het in bijna niet te vertellen, maar zijn achternaam heet Ron. Het is en die is nu een kweker rustig en heeft nu een hele prachtige mooie siertuin ervan gemaakt. Echt heel mooi. Het is een 2-jarige plant. En volgend jaar heeft hij weer zulke takken gehad, maar daar zit nog geen bos in. Dan moet je het toch wel zwemmen leren. En het frappante is, we hebben het meeste water van heel Nederland, wat ik net al zei, maar we hebben geen eens zwembad. We kijken dus nu naar deze kant, want we komen hier straks weer terug. Want wij varen dus nu richting de Zuil en naar de sluis. En daar zal ik zo meteen wat over vertellen. Ik kan u ook wel vertellen dat hier, toen het bijna elk jaar nog sterk ijs was, had je hier ook een ijsklok. Er werd hier natuurlijk, er stond hier een koekje zoop in je tent. We hebben natuurlijk in 1963 hebben we natuurlijk gehad dat de Gouden ongeveer 6 weken dicht lag. Nou, dat zal nooit meer gebeuren. Maar misschien krijgen we nog wel een keer flinke vorst. Want als we gezien hebben wat een prachtige zomer we hebben gehad. En als dat verschuift naar de winter, nou berg je dan maar hoor. Dat kan ik je nu al vertellen. Maar die Gouden blijven. We waren dus nu de sluis in. De sluis, we hebben 3 sluizen in Boskoop. 2 aan deze kant van de brug en 1 aan de andere kant. En die sluizen worden zelden of nooit meer gebruikt. Want vroeger was dat echt voor de beroepsvaart. Vooral dit soort boten met bomen gingen de sluis in naar de Gouwen. En die gingen dus aan oversteken naar het spoor. En daar werd dus de bomen in het spoor gelaten om naar Duitsland, naar Oostenrijk, naar Zwitserland en dat soort landen te gaan. Maar dat is tegenwoordig niet meer nodig. Dat gaat allemaal via de auto's. Houd uw handen in de boot. In de boot, hè? Kijk, dit is de aanvoer naar de Gouwen. De sluis is ongeveer zo groot dat deze boot erin kan. Dus we willen absoluut niet met 2 boten erin. Ik hoop dat die open is, ik denk het wel. Met die enorme bui. Want er stond echt hier de kolen stonden zeker 25 tot 30 centimeter. En we gaan dus, gaan eventjes wat sneller. En dit noemen wij dus altijd
een soort bankvluchtelingen die voorbij gaan. Hey. Ja, maar dit zijn echt de bankvluchtelingen, hoor. Ja. Ja, soms wel eens een kroost, ja. Maar vroeger werd er natuurlijk weer, toen was er nog was veel meer kroost. Het is gewoon duidelijk minder, maar er werd er op kroost gevist. Want het was voor een bepaald soort bomen, en dan noem ik bijvoorbeeld de pionroos, ideaal. Een kroost. Is dat een privébrug of zo? Wat is dat een privébrug? Ja. Ja, deze bruggen die draaien weer toe, want ja, er wonen oudere mensen en dat kunnen we niet maken. Rustig. Dat gaat voor uw hand, hè? Arm binnenboord. Arm binnenboord. Oh. Ja, dat zie je op de film. Ja, dat ben ik benieuwd of de man klaar naar de krak. Dat zie je op de film. Ja, doe jezelf. Mag een ja. Daar gaat hij. Ja, Rikke! Ja, dat gaat echt zwaar. Ik krijg hem niet dicht. Ik moet even helpen. Ja, dat is een roze vader. Ja, dat is een vader. Oké. Loopt het alweer? We hebben wat meer gezien. We gaan dus nu langs een snijkweker. Een snijkweker, dat betekent dus die man die laat zijn bomen in de grond altijd staan bij. Ik knip er alleen maar takken op. En bij deze, dat is de cryptomeria. Dat is echt een Japanse boom. En u ziet daar bovenin die hanen komen. Ziet u? En als u nou eens... En deze bomen laat hij natuurlijk op armen staan. Ik weet niet of er een slinger is. En daar hebben we natuurlijk weer die ilex takken. Wat ik u net al zei, dat is deze. En wij schatten dat hij 85 jaar oud is. En... hij is natuurlijk nu al op zijn retour, maar hij staat dus, laten we zeggen, een maand of twee geleden helemaal in bloei. En echt van die gele bloemen, en dat lijkt echt op een tulp. Kijk op, maar het blad zie je nou ook niet zo goed meer, maar het lijkt op een tulp, dat blad. Ja, zo wat er met die brug een klein eentje omhoog, en er zijn toen toch wel een paar een beetje vervelende ongelukken mee gebeurd. En vandaar dus dat wij alleen zo'n slinger hebben en de beroepsvaart. En de beroepsvaart, dan heb ik het over misschien nog twee mensen. Dat is de firma De Uil, waar we straks voorbij komen. En Oostdam uit Nieuwkamp. En verder hebben we hier totaal geen onzekerheid. Hoe hij die er nog aan vast. En dan... Maar het gaat er gelijk op doorheen. En nogmaals, hoor je ook niet te bukken, hoor. Je weet het, hè? Die brug kan meteen. Nou, ik vind maar link. Wow. Ja, vissen, want hier zitten natuurlijk allerlei vissen van, nou ja, van snoek tot baas tot vorens. Ja, zoute haring met een aantje heb ik hier nog niet ontdekt, hoor. Dat is dan weer jammer. En we varen dus nu naar een stukje. U ziet daar ook nog een ladder, daar hebben ze van de zomer natuurlijk lekker gezwommen. Er staat ze onder water. Maar je ziet hier wat een mooi stukje natuur het hier is. En dit zijn dus allemaal privésloten. Allemaal. Dit is dus een doorvaart, nogmaals, zoals het al zei. En u ziet zelfs hier, zoals u wil helemaal absoluut niet hebben. In de bunker. Eilandjes met bokken. Duur. De bode toegang, ja, hij heeft daar natuurlijk die palen van, maar daar heeft hij ook de hele... Bomen vol met kroost. Ze zijn er niet.
Ik heb ze van het jaar helaas nog niet gezien. Een stuk of vier liepen er hier en dat was prachtig gezicht. Daarom gingen we ook door die brug heen. Ja. En dan kwam je natuurlijk weer echt in het begaanbare bosloop met bomen en planten. Maar dit is echt een stukje natuur. We wachten even op die andere schipper, die is niet zo vlot. Ja. Mensen die eerst met die strenge winter, misschien kunnen we zich dat ook nog wel iets aan herinneren. En deze sloot was toen nog breder, want toen was die. En daar heb ik toen destijds in februari met alle auto's aan het crossen geweest. Maar toen ben ik met de auto naar Volendam naar Marken. Ja, komt daar zo meer over. En hier, nou dat was schitterend, met hele oude auto's. Maar die prachtige planten die in de grond kan zitten en eeuwig kunnen blijven staan. Alleen in de winter sterven ze helemaal af en in het voorjaar kunnen ze weer terug. Dit wordt er allemaal met de hand geplant. En heel veel Polen werken hier ook op dit bedrijf inmiddels. En u ziet dit hebben ze allemaal weer doodgespoten. En u ziet daar allemaal bloemetjes van momenteel. Ja, de vaste planten beginnen natuurlijk nu ook weer af te sterven. Maar u ziet, dat is natuurlijk, dit is absoluut even de grootste van Boskoop. Het is de grootste. En ik denk dat wij in Boskoop en misschien nog vijf van die kwekers hebben. Of vaste plantenkwekers. En dit is Rijnbeek. Je hebt dus 3 hectare hier naast elkaar liggen. En straks komen we daar, dat zal ik u straks al laten zien. Dan heb je daar een lopende band. En dan kan je zo eens een kistjes met boompjes opzetten en dan wordt het zo naar voren gaan. U ziet, deze zijn allemaal alweer uitgebloeid. Sterven natuurlijk helemaal af, maar komen we van het voorjaar gegarandeerd weer terug. Het is alleen in de winter een afgebrand hoor. En dan moet je kijken of de kist er bestaan. En dat is niet 1 breedte, het is 2 breedte, 3 breedte. Nou, hier ziet u ook de hosta's afstaan. Windakkers was wat dat noemen. Heel veel kwekers hadden natuurlijk in het verleden een windakker. Waarom? Om bepaalde gewassen die in het voorjaar een bepaalde scheuten maakten. En dan kwam er een windkracht 7 en dan waaide de helft van die scheuten weg. En vandaar is dat men een windakker inzetten om de wind tegen te gaan. Tegenwoordig zijn die windakkers niet meer nodig. Dat zijn beschermmaterialen daarvoor. Maar die akkers zijn inmiddels beschermd. En je mag ze nog wel snoeien. Maar ze moeten blijven bestaan. En je ziet, ja, dat is wel een Eldorado voor ratten en voor iemand. Want ja, hier is het geen goede kant voorbij, hè. Met sterk ijs worden die bomen weer een beetje gevangen. En dit is dus Afrikaantjes. En waarom hebben deze kwekeren hier Afrikaantjes staan? Om je grond zuiver te krijgen van allerlei ongedierten, van kevertjes, van noem het maar op, moet je Afrikaantjes neerzetten. En de wormen en zo blijven allemaal leven. En bijvoorbeeld sterren straks met zilverwurzen. Ja, dat of het waterpeil moet zo hoog zijn, maar dat valt dan nu wel mee. Hier af en kan je toch maar zitten. En intussen lag een klein slootje. En dan kon je dus ook makkelijk de bomen mee halen. Maar de meeste kwekers zijn zover gekomen dat ze die slootjes zijn gaan dempen. En daardoor kunnen ze bijna allemaal nu met de auto op hun terrein komen. En onder andere bijvoorbeeld hier, dit was dus ook zo'n slootje.
En dat is dus nu gedempt. En dan kun je met de auto eruit rekenen. Maar alleen, zei de Hoogheemraadschap, hier moet het dan wel vervangend water komen. En dan komt er strand bij. Dat is dus afgegraven van tuinderijen. En de, die hebben dat, ja. Dat soort mensen hebben dat aangekocht. Ja, hier hebben we de bruggenwachter. Niet zeggen hoor, wie u bent. Nou, hier liggen, als je goed kijkt, een schouw onder water. Je hebt zoveel water gehad dat er gezonken is. En met dat soort buiten, met dat soort water. Zo, dat gaat snel. Oh, ze gaan mee. Hier kun je goed zien. Ze gaat mee. Zo'n slootje. En eindelijk is het bij mij hoor. Nou, ze hebben het nog steeds niet geprobeerd. Ja, dat is wat te doen natuurlijk, maar er zal ook een kraantje bij moeten komen op het boot. En u ziet daar waar we dus straks onder die boom doorgaan, daar hebben we dus ook afgegraven om die paden dus te kunnen krijgen. Hier ziet u dus wat dus in het verleden op boomkwekerij was. En dat is dus nu allemaal afgegraven ten voordele van die paden die dus erin gekomen zijn. En hier varen we dus onder een boom door. En als je nu met de paas en de paasstad wil hebben, dan moet je deze boom hebben. En dan hangen er een paar eitjes in en dan ben ik weer helemaal gelukkig. Daar kan hem ook een onvast nest neergezet. En oh ja. Staat er 10 jaar. Maar dames, wees niet aan. Ja, daar is een groot, hè? Ja. We hebben nog niks. We hebben een goede schipper. Wat zag je nou toch op? Ja. Er zijn een paar grote zwanen hier. Jee. Nou, hier zit ook weer die eerlijk stappen. Er staan er netjes onder. Ze zijn zo, dat is een knop. Ja, dat is sterk hoor. Ja. We kunnen hier gewoon een ramp zijn. Nou, is echt een ramp. Kijk, als ze jongens zijn. Ja, staan ze zomaar die grote ramp. We hebben hier vaak. Oh jee, we zitten in de boot. Nou, dat was ook een paniek bij een hoop mensen. Ik zeg, Piet, dat moet je niet meer doen hoor. Ik kan u wel vertellen dat ik heb zelf ook. En toen had ik een boot. Het was tegenwoordig. 60 ton is niks tegenwoordig. Ja, ja. En die laten we zeggen 35 jaar geleden bracht die €10. En als je het nu voor hetzelfde is 3,5 euro maakt, dan heb je het over 30 jaar later. Dus dat werkt natuurlijk niet helemaal. Dit is trouwens ook de achterkant van het reiskap waar u net gelopen hebt van het museum naar de boot toe. En dit is de achterkant. En die mensen hadden in het verleden maar een meter of 3-4 achter hun huis. Want hier lag ook een boomkwekerij. Een boomkwekerij. En zelfs in die tijden ging er toch ook nog eens een kwekerij failliet. En dat was deze kweker. En op een gegeven moment probeerde iedereen natuurlijk een stukje land erbij te kopen. Maar de gemeente zei nee, wij kopen die tuin. En waarom? Dan kunnen wij in ene klap het hele Reierskap voorzien van riolering. En vandaar dat het boskap is natuurlijk in het verleden gooiden dus ze alles in de sloot. De wc, de wasmachine, alles. Maar laten we zeggen de laatste 30, 35 jaar geleden is dat allemaal veranderd. Boskap, er wordt niets meer op dat gebied in de sloot gegooid. En toen men eenmaal die riolering erin had en iedereen aangesloten was, kon iedereen het erbij kopen. De meesten hebben dat wel gedaan, maar er waren ook wat oudere mensen, zoals wij, hè? En die hadden daar geen zin meer in en dan kocht de buurman het. En ik heb wel eens later iemand gesproken en die zei, ja, dat heeft mijn opa en oma toch verkeerd gedaan. Ja, dus ik zag dat in de gemeente en even kijken wat de vermeerdering is.
als iedereen een leuk tijdje. En de meeste tuinen werden dan in de helft gekocht. En dan neem ik ook een grotere tuin. Oh. Wow. De hele dag was zwaaien naar iedereen. Ja. Een schouw. Een schouwboot, dat noemden wij een schouw. Zo'n boot. We hadden hier ook, laten we zeggen, 40 jaar geleden, 3 scheepmakers. Elk jaar, voordat de zomer begon, dan gingen die schouwen op de helling, werden bijgewerkt met werk. Dat noemden ze ook werk, dat was een soort gras. En dan werden ze getoord en na 6 weken kon je weer op komen halen. En dan was hij voor het hele seizoen om bomen te vervoeren weer in prima conditie. Maar we hebben nu echt geen scheepmaker meer. En schouwen, je ziet ze, dat valt dan bij hun, want Anne kent het ook. Ja, zo ging het vroeger, hè? Ja, Johan, zo ging het vroeger, hè? Zo gaat het bij sluis 1. Ja? Sluis 1. 3 hadden wij er. 3 hadden wij 7 keer. Bij sluis 1 en over het Maaikanaal. Ja. Het is een prachtige mooie kerkhof waardoor een wat houten post dat is perfect bijgehouden. Het ziet er een keurig uit. Het is zelf wel een grof object dat iemand in 1798 geboren was. Maar je moet daar over de graaf heen lopen om erbij te komen. Maar het heeft wel wat door dat kerkhof. Ja. Nou, dat moet wel goed. Fantastisch, ja. Nou, voordat die bootvluchtelingen eruit zijn, maar dat doen we wel even. Thank you.
Thank you.